Hallo beste kijkers van Fancy Gamers en ja, dit keer welkom bij even een leuke updateje van wat we momenteel doen aan onze kingdom in de survival server. Geen zorgen, we zijn nog steeds bij survival alone aanwezig. Even kijken hoor. Nou, ik had het idee omdat we heel veel steen en dit en dat nodig hebben. Laat ik even kijken of ik een machine kan maken. Waarbij je gewoon gobble in de kisten doet. En dat weer de droppers in de oven gaat. En wanneer het klaar is, het weer in de kisten daaronder komt. Zou ik alleen van mijn fabriek. Kijk hoor. En hier. Eerst moet ik wel die droppers plaatsen. En daaronder pas de kisten. Ik maak even eerst één zijde om te weten of die wel goed is. Niet dat ik dadelijk klaar ben met bouwen en werkt niet. Maar zoals ik weet werkt hij gewoon, want ik heb hem volgens mij ook wel eens... ik heb wel eens eerder de vorige survival server van deze server gemaakt. Dat was nog voordat hij werd gereset. Fuck party. Ik denk dat ik mijn chat heel veel uitzet, want als je klein scherm hebt, dan wordt echt letterlijk knettergek als je continu de chat ziet. Oh, niet die. Hier. Even kijken hoor. Zo, verborgen. Even niet hopen dat hij me beroept. Het is gelijk zo rustiger. Tenminste, mijn scherm. Even kijken. Iets naar achter. Eerst wist ik eigenlijk helemaal niet wat... Die droppers deed doordat ik hier een beetje ging uittesten. Ik had een keer een dropper geplaatst en ik liet daar iets invallen. Nou, dan zie je vanzelf hoe die dingen werken. Ik plaats over zodat die bovenop moeten. Ik denk dat in totaal, even kijken. 1, 2, 3, 5 hoog wordt. Met het dakje erop is het 6. Nou, komt geen dakje op. Alleen een trap om aan de zijkant. Even kijken. Zo, ik hoef er nog niks in te doen. Is weggelopen. Waarschijnlijk lek ik weer, maar volgens mij lekt de gele server. Zo, ik hoef niet in die kist te wezen. Nu even kijken hoor. Moet ik denk ik alvast een trapje gaan maken. Even kijken hoor. Ik heb een enchantment boog van een skeleton. Jee. Ik weet niet of ik net nog een ultieme boog kan leren. Maar ik had op een gegeven moment gewoon mijn pijltje vast. En op een gegeven moment sluit de server. Gaat de server weer aan, wat zie ik? Mijn boog is weg. Nou, dat was echt heel veel, want die boog was echt heel goed. Had volgens mij duurzaamheid, terugslag en dat met vuur. Ik weet even niet precies hoeveel was. Maar dat is een goeie. Even kijken. Ik heb hier een lek. Zo gaan we weer een beetje omhoog. Ik word gek van die dingen. Je zou hem ook eventueel lang kunnen maken. Alleen dan zou je... Dan op een gegeven moment als je... Zoals daar twee droppers heb. Dan moet je een steentje overslaan. En dan hier weer droppers zetten. Anders kom je in de knoop met die kisten. En dan kan je wel gaan werken met die. Met heel veel droppers. Maar ja, daar word je ook niet vrolijk van. Kijk hoor. Toch even naar achter moet ik mijn ovens erop gaan zetten. Ik had hem eerst in mijn tentje. Nou ja, dat wordt op een gegeven moment een beetje krap. Zo. Volgens mij ga ik meer droppers nodig hebben. Tenminste, als ik hem aan dubbele zijdes wil gaan maken. Maar dan moet ik eerst even kijken. Dat ding wordt denk ik net iets hoger dan mijn tentje. Ik weet nu tenminste waar de ovens moeten. Maar ik moet nog eventjes die ovens weghalen, omdat er nog droppers boven komen. Die dingen zijn weer daarin gevallen, dus die vind ik allemaal terug in mijn kist. Dat is dan weer handig.
Dat had ik toen ook in de knoop toen ik voor het eerst met die droppers moest gaan rotzooien. Maar ja, het is wel eigenlijk een goede machine als je dat zo doet. Dan hoef je namelijk niet continu iets in te blijven doen. Even kijken. Het wordt donker, dus ik hoop dat de zombies me met rust laten. Even kijken hoor. Zo. Twee. Even kijken. Ja, doe ik gelijk even. Nu weer even een leuk muurtje. Kijk hoor. Spring. Klek of ik loop vast. Kan ik hier. Oh. Ik lek heel erg. Nu. Nee. Oké. Okay. Dat is echt niet zo. Sorry, ik ratelde. Dat heb ik de laatste tijd echt voordat ik gewoon een beetje in mijn woorden blijf steken. Normaal heb ik dat eigenlijk niet. Even kijken. Maar als je hem echt zo klein gaat maken, dan zou die ongeveer de 3. Als je dan ook aan de andere kant gaat maken, dan is het 3 bij. Ja, ongeveer. Ja, 3 bij 2. Maar als je iets omheen bouwt, dan kan die wat groter zijn. Even kijken. Ik heb trouwens ook nog iets gezien. Dat is misschien ook wel handig om later in de game te gaan doen. Wat er was. Volgens mij had ik. Ja, dat heb ik niet. Ja, heb ik dat gedeelte heb ik wel opgenomen. Maar dat is niet tijdens opname zelf te zien. Dat was dat ik dat op een van de verlaten. Ja, wat is het? Voor tegenkwamen. En dat iemand. Wat dan. Een soort van. Ja, die kippenboerderij. Alleen had hij. Kijk, ik heb geen kussen. Dan had hij er droppers onder. Dus als die. Dat als de kip in ei gingen leggen. Dan kwam die in de droppen terecht. En dan in de kisten. Dat is eigenlijk best wel handig. Deze kisten zijn leeg. Dus die kan ik pakken. En mijn kisten die belandt in de oven. Maar ik kan hem gewoon pakken. Want het is een beetje file bij de kisten. Kijken hoor. Maar ik denk zelf eigenlijk ook dat gewoon surfen gewoon zelf van zichzelf lekker. Als ik bijvoorbeeld in single player roles ga, dan heb ik dit gewoon helemaal niet. Kom op. 9. Hup. Oh boy. Ik weet niet of kan ik op de hoogte is dat ik opneem. Of dat hij iets zegt. Iemand die heeft zijn microfoon gedempt. Even kijken hoor. Maar mijn Skype staat nog wel aan. Oh no, tips. Nee, hij heeft zijn microfoon niet gedempt. Klein momentje mensen. De Grispegers. Dat waren een paar seconden. Even kijken. Nu moet ik alleen nog die gobbel weghalen. Die onder die droppers zit. Heb ik wat eten bij, want ik heb honger. Nee, ik kan eigenlijk vanaf dit plekje wel gewoon die koebel weghalen. Oh, bingo. Even kijken. Moet ik even kijken of ik net... Nee, ik moet even daar. Uil. Zo. Ik hoef niet mijn kartje daar te hebben. Even kijken hoor. Ik moet wel even op de. Ik ga wel even op de overste sign zetten. Niet dat mensen dadelijk heel nieuwsgierig in mijn ovens gaan lopen kijken. Dan blijven ze ook even op mijn goblin af. Ja, dat ding is 1, 2, 3, 4, 5 lang.
Zou ik het zo ook eventueel in de grond kunnen zetten, maar ik heb het gewoon even leuk zo gedaan. Nog even leuk naam, want de kobbel inderdaad, dat kennen de meesten denk ik wel. Dus dit zou de smeltmachine kunnen zijn. Want officieel kan je er ook gewoon iets andere dingen doen, maar ik ga het gebruiken voor de steen. Zo. Ik ga hem eventjes zo laten. Ga ik nog een heel gebouwtje dit en dat omheen bouwen. Laten we het eigenlijk even, voordat ik het uit ga testen. Kool erin is wel handig. Nou, ik had eigenlijk al verwacht dat ik door een monsters gekielrand zou worden. Gekild. Maar dat is toch niet overkomen. Maar als ik niet over, ik weet niet hoe snel gaat eten, dan verhonger ik. Maar ik heb nog 3 van die eetfiguurtjes en tegen die tijd is de opname wel voorbij. Ga ik deze even hier zetten. Hier een stack met kool. Een andere stack met kool. Even kijken hoor. Kijken of dat vanaf dit puntje kan. Even kijken, gaan we er 1 stack. 2 stack. En dan ben ik benieuwd of het gaat werken. Als het overal gaan, dan werkt het. Ja, het werkt het eerste deel. Oh, ga ik even mijn kist in de gaten houden. Ja, het werkt. Tenminste, ik wacht nog even om te kijken of het echt werkt. Want ik zie pas 2 stenen, dus. Ja hoor, het werkt. Piepie. Het gaat niet zo snel, maar dat komt gewoon door de ovens. Maar je ziet wel dat het gewoon wel werkt. Dus we kunnen boven nu gewoon kobbel gaan doen. En ja, nu hebben we 1 heel machine. Dit is een grote machine. Ik denk wel dat ik hem zo laat, want anders wordt het echt druk. Denk wel eventjes dat ik de droppers, of kan ik hem, heb ik science bij? Nee, dus. Nou, op de droppers hoef je eigenlijk geen sign te zetten. Want ja. Als het in de drop komt, dat is binnen 1 seconde, is het alweer in de oven. Tenminste, als het past. Nou, dat is. Dus. Dan bestudeer ik de automatische smeltmachine. Het is eigenlijk bijna net zoiets als de XP-farm. Of mopvang, of hoe je het ook mag noemen. Alleen is het dan met steen. Of tenminste, dan kan je dingen laten smelten. Hoe dan ook, hartelijk bedankt voor het kijken. Like naar mijn kanaal. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot dan!